iedereen herinnert zichzelf uit zijn schooltijd nog wel zo die ene leraar die zo superboeiend kon vertellen. Dat merkte ik ook daar ineens terugkomen. Ik merkte dat je neemt als leraar je kinderen mee. Je neemt die mee in een verhaal. En dat verhaal is de lijm van al je leerstof. Mysterie. Wie zou de man zijn? Waarom is hij daar? Waarom heeft hij dat bordje opgehangen? Bij dat grote kasteel. De lessen van de Mental of the Expert, dat is eigenlijk een methode, een dramamethode, om het gewone curriculum in de klas te brengen en in de klas aan te pakken. En wij gaan het vandaag hebben over de middeleeuwen. We gaan terug in de tijd. Maar die middeleeuwen, wanneer was dat eigenlijk? Ik bekijk samen met de collega's de planning, want ik ben geen klasleraar, dus ik volg hun planning eigenlijk. En ik kijk naar welke thema's van WO, van taal, dat er aan bod zullen komen. Heel goed gezien van jou. Je mag dat in het hoekje van je blaadje schrijven. 1000 jaar geleden. Zij verzint dan eigenlijk een verhaal, of ze gaat in haar databank kijken en zoeken naar een verhaal. En daar hangt ze dan aspecten aan die wij ook in de les gaan behandelen. Nu ga eens even je oog dicht doen. En ik ga nu vertellen waar ongeveer dat we zijn. We zijn in een heel mooi landschap met kleine heuvels. En er loopt een weg recht naar een grote burcht. De mental die we vandaag gedaan hebben met de kinderen, dat is de introductie eigenlijk van hun thema, de middeleeuwen, binnen hun leergebied WO. De ophaalbrug komt naar beneden en we komen op een groot binnenplein. Het gaat over een oude werkman die heel zijn leven op een kasteel gewerkt en gewoond heeft. Hij heeft gehoord dat het kasteel verkocht gaat worden. En hij wordt aangesteld, de werkman wordt aangesteld als de overzichthouder van het volledige renovatie- en restauratieproces van het kasteel. En binnen dat verhaal eigenlijk ontdekken wij alles wat te maken heeft met die tijd, met de tijdsgeest, hoe de mensen leefden enzovoort. Een schietlood. Wie kent er een schietlood? Want... Heel juist. En een schietlood, dat hadden ze al in de middeleeuwen. De kinderen zijn eigenlijk de onderzoekers of de experten die gaan kijken naar hoe was zo'n kasteel, hoe zat zo'n kasteel in elkaar, wat zijn de renovatiewerken die moeten gebeuren enzovoort. Dus Mental of the Expert is eigenlijk gewoon de leerlingen die hun labojas aantrekken en op onderzoek uitgaan. En dat is jullie eerste opdracht voor een klein toneeltje te maken. Per twee, je bent allebei iemand van het personeel. En je gaat samen een herinnering verzinnen die past bij het werktuigje dat je krijgt. Maar het gaat over een fijne herinnering, over iets dat je toen hebt meegemaakt. Oké? Okay? Moet dat zo van als de huis is verkocht of... Nee, nu zijn we terug in de tijd. In ons gedachten gaan we terugdenken aan vroeger. Dat jij al die kasten naar mij bracht en ik moest die ineens steken. Waar werk ze? Ik was weten. Ik vind het echt heel opvallend dat kinderen die soms echt gedemotiveerd zijn, ook echt betrokken zijn op die momenten. Ik heb zo'n paar kinderen in mijn hoofd en ik denk van, oeh, wat gaat dat geven? Maar die echt keigoed meedoen op die toneeltjes, echt volle overtuiging brengen. Dus dat is gewoon een heel fijn aspect. Hey, is het niet die hamer waarmee ik die boom had gemaakt voor jouw kinderen? Ik heb wel kinderen echt gehad die dan zo een dag of twee later komen vertellen van over dat onderwerp heb ik nog een beetje opgezocht en ik heb dat en dat gelezen of ik heb thuis een boek gevonden, bijvoorbeeld nu over de middeleeuwen. Dus op die manier merk je wel dat kinderen echt gemotiveerd worden door die manier van werken. Een paar weken later krijgt onze klusjesman een brief in de bus. En jullie gaan met z'n drieën is even lezen wat er in die brief staat. We verlangen ernaar om binnenkort terug naar het kasteel te komen. Samen te de aanpak is supertalig, omdat eigenlijk de kern van uw activiteiten bestaat altijd in het beschrijven, omschrijven van situaties of van het vervolg van het verhaal of van dingen waarover je leert. Dat is voor mij ook de sterkte van de methode. Jongens en meisjes, we gaan verder met ons verhaal. En het was geëindigd met de brief. Omdat je heel de tijd met de kinderen praat over, praat met, dingen probeert te verwoorden en te herformuleren. Het benoemen gaat enorm veel woordenschat, komt er aan te pas. De werkman is behoorlijk zenuwachtig. Ze gaan elkaar ontmoeten en het is een beetje onwennig. Wat wil dat zeggen, onwennig? Niemand van het vijfde leerjaar wist wat dat was, maar iedereen wist wel wat awkward betekende. Onwennig is eigenlijk
het Nederlands woord voor awkward. Een beetje raar. Ik vind dat zo belangrijk om daarmee aan de slag te gaan, om met kinderen rond taal te werken en de rijkheid van taal te kunnen exploreren. Hij wordt er ook onwennig van. Voor hem is het onwennig en voor mij is het onwennig. Dus je gaat zo een beetje een raar gevoel creëren. Okay? Kies een plekje om te oefenen. Omdat de methode uiteraard heel drama gebaseerd is, kun je daar niet buiten dat je af en toe ook dingen aan elkaar toont. En dus een veilige omgeving is daar noodzakelijk, waarbij dat kinderen durven voor een groep spreken, durven voor publiek spreken. Het gaat af je bloemen bij verkocht. Oh nee. Dus kinderen die sterk zijn in taal, die wel veel voorkennis, veel woordenschat hebben, die graag dramatiseren, die kunnen daar echt shinen. Oh my god! Maar je hebt ook kinderen die heel moeilijk uit hun woorden geraken, kinderen met stotsproblematiek bijvoorbeeld. Doordat die al heel lang gewoon zijn van in hun eigen klascontext af en toe van voor eens iets te zeggen, al zijn dat maar woordzinnetjes of hele korte zinnetjes, dat die toch volledig aanvaard worden als gesprekspartner in improvisaties. Maar ik kan mij voorstellen dat als die zich daar zelf heel onzeker over voelen, dat zij van mij alle oefenkansen krijgen als ze in groepjes aan het improviseren zijn, maar die gaan... Ik ga die nooit op een podium zetten als zij daar zelf zich niet zeker genoeg over voelen om dat te doen. De mevrouw, dus Eleonore, die had eigenlijk een wens dat het plafond van de ridderzaal terug helemaal zou gemaakt worden zoals echt in de middeleeuwen. Het zou heel mooi zijn, een gouden plafond, maar of ze het gaan kunnen betalen, dat weet ik niet precies. Voor mij is Mental of the Expert een uitgelezen manier van werken om heel veel verschillende kinderen op hun talenten aan te spreken. Ik heb rekenmachines klaargelegd. Jullie gaan echt op dit blad berekenen hoeveel het gaat kosten om die goudverf te kunnen gebruiken en of dat ze dat gaan kunnen betalen. We hebben nu bijvoorbeeld ook een stukje gezien waarbij dat kinderen ineens het hele paleis moesten uitmeten. Dus ook kinderen die sterk zijn in organisatie, kinderen die daar goed in zijn, die zo'n beetje de leidersrol op zich kunnen nemen. Die kunnen daar ook een plek krijgen. En dat een kind dat zelfs misschien niet graag dramatiseert, toch inhoudelijk aan het verhaal heel interessante dingen kan bijbrengen. Laatste 2 minuutjes. Dus probeer het nog af te krijgen. Als je 2 uitersten in je klasgroep neemt, de hele sterke leerlingen, die hebben heel vaak de vraag aan u: waarom moeten wij dat leren? Reken eens uit hoeveel gaat het met de goedkope verf kosten. Die hebben zoveel waarom-vragen die je eigenlijk met het verhaal countert. De hele zwakke leerlingen, die hebben juist dat verhaal als houvast. Ah ja, dat is de weg die mij wijst. Van door heel het kluwen van alle ingewikkelde dingen die je moet leren over een bepaalde periode. Dat helpt hen, dat geeft context aan de te leren leerstof. Ook bij toetsen. Dus als kinderen op een bepaald moment een test krijgen of een toets krijgen van WO of van taal, de kapstokken van het verhaal helpen hen om ook de leerstof terug te reconstrueren. Wat zien we meteen als we kijken naar het schilderij? Annelou. Hij heeft babyschoenen vast. Ze heeft kleine schoentjes vast. Niet 1 paar, maar 2 paar kleine schoentjes. Wat zie je aan het gezicht? Mental of the Expert lijkt ongetwijfeld voor een buitenstaander, als je niet bij het proces betrokken bent, als veel spielerij. Veel pret maken, veel toneeltjes spelen. Maar ik denk dat je eigenlijk het jasje van de pret er even moet afhalen en moet kijken naar wat er daaronder gebeurt. Als ik kijk naar wat ik zie bij kinderen gebeuren, dan is dat kinderen die enorm betrokken zijn bij wat hun opdracht is. Doordat je een verhaal neemt waar zij zelf mee bepalen wat er daarna gebeurt, maakt dat zij veel actiever meedenken en meedoen ook binnen het verhaal dan als je bijvoorbeeld naar een filmpje kijkt of een kort fragmentje laat zien of een klein spelletje speelt. Jongens en meisjes, applausje voor juf Marlies. Wat het fijne is eigenlijk, is dat je die wisselwerking krijgt dat de collega's in de rest van de week de vruchten plukken van de mental die is opgestart, omdat ze daar getriggerd zijn geweest, nieuwsgierig zijn geworden, dingen hebben willen weten. En dan denk ik, ja, dat is toch het enige dat je als leraar wilt bekomen, dat kinderen goesting hebben om te leren.